En welkom bij weer een nieuwe video. In deze video laat ik jullie zien hoe je je eigen USB-stick een tikkeltje mooier kunt maken. Door middel van een eigen hoesje met de 3D-print. Elke USB-stick is natuurlijk anders. Ze hebben bijvoorbeeld allemaal een verschillend hoesje. En op elke stick kan er wel een ander geheugen staan. Bijvoorbeeld 16 GB, of 4 GB, of 64 GB. En natuurlijk nog veel meer of veel meer. Als je bijvoorbeeld een USB-stick volledig uit elkaar haalt, op deze manier bijvoorbeeld. Dit zit er dus binnenin een USB-stick. En als je hem zo tot deze dikte uit elkaar haalt, dus dat alle hoesjes ervan verwijderd zijn, dan kun je op My Mini Factory deze twee dingetjes downloaden. Het omhulsel van je USB en het dopje van de USB. Op dit omhulsel kun je van alles zetten, bijvoorbeeld initialen van je eigen naam. Dat heb ik hier ook gedaan voor mijn eigen USB-stick. Je kunt er natuurlijk ook van alles anders mee doen. Dit kun je dus gewoon gratis downloaden. Dus als ik dat hier gewoon in doe, dan kan ik dit topje hier ook in doen. Dan heb je hier meteen een USB-stick, dat je zelf kunt maken. Als je je USB-stick in het hoesje gaat doen, kun je het beste een beetje lijmpistool lijm gebruiken, dat die er zeker goed blijft in zitten. Op deze manier dus. Nu zit de printplaat met de USB-stick er heel stevig in. Dan kun je dit dopje er ook gewoon op zetten. En het dopje valt er ook niet zo gemakkelijk af. Dit komt omdat ik de riebeltjes, omdat je de riebeltjes gewoon kunt horen en kunt voelen. Als je dit doet, print dat dan zeker op 0,2 tot 0,3 mm layer height. Dan zul je er zeker voor zorgen dat elk laagje dik genoeg is, dat het ervoor zorgt dat het er nog wel in past, maar dat het hier blijft steken. Dat het zeker vast genoeg zit. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Als jullie deze video leuk vonden, doe dan het blauwe duimpje omhoog. Abonneer gratis op mijn kanaal. En tot een volgende video.